Hallo allemaal. Goedemorgen. We gaan weer starten. Ik hoop dat jullie gisteravond allemaal een leuk diner en daarna een feest hebben gehad. Ik heb jullie niet allemaal gezien. Wel een aantal van jullie. Ik vond het in ieder geval gezellig. We hebben weer een hele interessante lezing hier voor jullie klaarstaan. Ik wil jullie graag voorstellen aan emeritus professor Bart de Haar Romeini. Hij was professor aan de Universiteit van Eindhoven in biomedische beeldanalyse. Hij heeft onderzoek gedaan naar AI en computergestuurde neurochirurgie. En was tot vorig jaar voorzitter van de Dutch Society for Pattern Recognition and Image Processing. Bart de Haar Romeini. Dankjewel, Daan. Kan iedereen mij goed horen? Fijn jullie allemaal in zo'n grote getale te zien. Ik hoorde dat het tot 2 uur feesten geweest is en een hele drukke dag gisteren al gehad. Ik ben uitgenodigd om jullie te vertellen wat nou binnenin gebeurt. Dus wat meer hoe het werkt. Want het congres gaat over: is het eng of is het juist zaligmakend? En als je eigenlijk niet weet wat het doet en iedereen heeft over: ja, het is een black box, dan krijg je natuurlijk een soort idee van. Help, wat is het? En ik ga jullie nu een beetje meenemen in die black box. Ik ben, even kijken. Emeritus professor, dat betekent ik ben met pensioen. Ik heb, even kijken, sinds 1983 in dit veld gewerkt. Ik ben begonnen in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En daar heb ik gewerkt tot 2001 en uiteindelijk in de radiologie. Ik ben fysicus van huis uit. Ik heb in Delft gestudeerd. En ik heb altijd in de klinische fysica, medische fysica en in uiteindelijk de beeldverwerking gezeten. En uiteindelijk ben ik computer-aided diagnosis gaan doen. En in 2001 ben ik ook leraar in Eindhoven en daar heb ik ontzettend veel studenten mogen opleiden. Nou, daar deden we van alles: borstkankerdetectie, navigatie in het brein, visualisatie. Ik zal er een paar voorbeelden tijdens mijn lezing voor laten zien. Ik heb onlangs mijn overzicht van mijn carrière een beetje op papier gezet. Romani.info, daar kun je wat meer zien. Je ziet al hier een filmpje. Good morning at this wonderful conference on artificial intelligence. This is my avatar speaking to you, created by HeyGen. Een avatar, gewoon mijn pasfotootje van mijn website. En iedereen kan tegenwoordig gewoon een klein programmaatje downloaden. En dan kun je dat fotootje alles laten zeggen wat je wilt. Komt vanochtend in het nieuws dat een bunk, zo'n grote bank, die was afgeperst, hadden ze geprobeerd, omdat dus ze hadden de pasfoto van de directeur genomen. En op WhatsApp werd de medewerker dus gewoon geïnstrueerd: je moet geld gaan overmaken. En het was net alsof die man dat zelf zei. Dus dat was best wel, dat is nou eng. Dus dat is, ik heb erbij gezet, dit was van HeyGen. Nou, HeyGen is een van die vele AI-applicaties. En tegenwoordig is het overal. Je kunt het allemaal downloaden. En ik ga jullie wat voorbeelden laten zien hoe je het zelf doet. Hoe je het programmeert zelfs en hoe je uiteindelijk in die wereld terecht kan komen, dat het wat minder de anderen doen dat, maar dat je het zelf kunt doen. Fotootje rechtsonder is mijn universiteit. Good morning at this. Oh, dat hebben we gehad. Disclosures heb ik eigenlijk niet. Ik ga straks wat vertellen van diverse firma's die mijn studenten hebben opgericht. Er is eentje waar ik in investeer en dat is Qmenta. Ja, we hebben een hype cycle. Het zijn al die van die beroemde dingen. Waar zitten we nu? En deep learning zit helemaal bovenin. En dat betekent, ja, er is een enorme klim van enthousiasme en verwachtingen. En dan zit je in een enorme hype. Dan valt het allemaal tegen. En dan ga je kijken, is het realistisch? En wordt het ook wel toegepast? En dan uiteindelijk stabiliseert het zich. Dan wordt het ook werkelijk toegepast. En ik dacht, nou, laat ik eens kijken wat er zo gebeurt. En de MICAI, dat is de grootste medical imaging conferentie van mensen die het allemaal maken. Dus daar komen universiteiten, Philips, en die schrijven al die software die dus die computer-aided diagnosis doet, die al die AI dus tumoren detecteren in brein, borstkanker enzovoort. En 90 van de papers gaat al over deep learning. En het werkt als een trein. Het is echt fantastisch. Dus die zijn met al die studies bezig. En ik dacht, ik ga eens kijken bij Google Images. En dan typ je in artificial intelligence. En dit is dan de website die je krijgt. Images. En het is echt niet te geloven. En dit is allemaal onzin. Dit zijn allemaal hypeplaatjes. Van kijk eens, van robots enzovoort, maar geen enkele toepassing. Dit is allemaal AI-gegenereerde junk.
En dan typ je dit in Google. En dan denk je, de hele wereld wordt afgezocht naar beroemde dingen. En je vindt dit. Dus het valt eigenlijk, als je dit zo ziet, dan denk je, nou, er is toch al wat aan de hand. Dus ik heb eens gekeken in de literatuur. En dit is een studie die is in 1921 gedaan. In Rotterdam. Dirk Gommers deed mee. AI in de intensive care unit. Nou, en dan zie je al die studies zo komen. En dan zie je een explosie van studies. Maar dat is hier rijtje 2. Proposal of models and solution en model prototyping, dat is hier best. Maar als je onderin kijkt, testen, workflow integration, clinical outcome evaluation, bijna nog niks. Dus hier zie je dat het hartstikke bediscussieerd wordt. Maar als je nou echt kijkt, waar draait het op ICU's, dan is het nog maar heel erg dun, heel weinig. Nou, dus wat ga ik doen? Ik wil al die termen die voorbij komen, van deep learning, daar heb je vast wel gehoord van regression modellen en clustering en klassificatie en help. Wat is dat allemaal? Dus ik laat er een paar zien. Ik ga wat uitleg doen. Ik begin met wat voorbeelden uit de pattern recognition wereld. En wat op dit moment de grote hype is, dat al die netwerken die kunnen ook genereren. Dus ChatGPT kennen we allemaal. Je kent Stable Diffusion, dat je al die mooie plaatjes kunt maken. Maar hoe werkt dat? Je kunt het allemaal met minuutjes aantrekken en je leuke dingen instoppen. Het is echt van, wauw, maar geen flauw idee wat het ding doet. Dus daar gaan we een beetje binnenin kijken. En dan ga ik met name kijken naar convolutionele neurale netwerken. Want dat is de successtory. Dus wat is convolutie? Wat is zo'n neuraal netwerk? En wat doen die dingen nou precies? En het blijkt eigenlijk hartstikke simpel te zijn. Je moet alleen even zien, hoe zit dat nou? Die large language models, dat is ChatGPT. Er zijn tegenwoordig al tientallen ChatGPT's en iedereen gebruikt het. Toen dat ding uitkwam, toen waren er 100 miljoen gebruikers in een maand aangeschreven. Dus het is letterlijk overal. Iedereen heeft het op zijn telefoon en ik ga wat bijzondere voorbeelden laten zien. En aan het eind, een van mijn hobby's was, want ik moest natuurlijk herkennen voor die dokters. Die zeiden van, ja, we hebben eindeloos thoraxfoto's en daar willen we dus die beginnende nodules in zien. Hoe herken je nou? Nou, dan blijkt het brein ongelooflijk goed te herkennen, jouw visueel systeem. Dus ik heb jarenlang besteed aan Nature Papers lezen over wat vinden nou die neuroscientists? Wat doen al die breinonderzoekers? En die vinden buitengewoon interessante dingen. Die worden in wezen nu allemaal nagedaan. Dus dan ga ik een beetje vertellen over hoe die twee werelden samenhangen. Dan wordt het ook een beetje neurofysiologisch. En dat vinden jullie vast wel boeiend naast alle techniek. Er zijn vier kerntermen die ik met name ga uitleggen. Dat is context, herkenning, representatie en het genereren. Nou, context, dat was vroeger niet zo. Dat was best moeilijk. Hoe genereer je nou? Hoe doe je de wiskunde van context en zo? En die deep learning die heeft dat in wezen helemaal opgelost. Dus wat zijn neurale netwerken? Niks anders dan simulaties van wat we met neuronen zien. En het gaat met name om de synapsen. Elk neuron, zoals je weet, heeft 10.000 synapsen. En die zitten met een bepaalde grootte zitten die vast op het volgende neuron. En leren is niks anders dan die synapsen veel gebruiken. En die dingen die groeien, letterlijk. Dus als je het heel veel gebruikt, je doet een repeterende actie, dan worden die synapsen letterlijk groter. En dat wordt gestimuleerd door wat dan heet het gewicht, de weight. Dus al die synapsen hier, die hebben een input op dit soma, op dat cellichaam. En je telt dat op en die gewichten die kunnen tussen 0 en 1. 0 is niks en 1 is volle kracht. En die gewichten die zijn leerbaar. Dus die passen zich aan in de computer. En een neuraal netwerk, moet je voorstellen, dan praten we over honderden miljoenen van die neuronen en honderden miljoenen van die synapsen. En het enige wat neurale netwerken doen tijdens dat trainen van een neuraal netwerk, het leren, is die synapsen continu aanpassen. En daar noemen ze dan de adapting the weights. Nou, vroeger was zo'n neuraal netwerk best wel subtiel, klein. Je had een inputlaag, een hidden layer en een outputlaag, drie lagen. Die dingen deden bijna niks. Je kwam tot 75% correct. Maar toen kwam op een gegeven moment de oplossing. Iemand zei, en dat was heel beroemd, dat waren drie jongens, drie onderzoekers. LeCun, Benjo en Hinton, was zoals die namen gehoord. Die schreven een Nature paper. Je moet heel veel lagen nemen. Nou, en dat artikel heette Deep Learning. En toen namen ze ineens 20 lagen. En dan bleek een schot in de roos.
Toen bleek het allemaal wel te werken. En tegenwoordig nemen ze 100 lagen, soms 150 lagen. En wat blijkt nu, als je kijkt met ons visueel systeem, dit is een plaatje van Hubble. Hubble en Wiesel hebben de Nobelprijs gekregen voor de eerste ontdekkingen in hun neurofysiologie ervan. Je hebt de retina, optic nerve, en dan gaat het hier naar de primaire visuele cortex. En die heet V1. En dan gaat het naar V2, V3, V4, V5. Er zitten een stuk of 15 lagen in de visuele cortex die precies hetzelfde doen in deep learning. Dus ook daar zie je dat het een gelaagde, diepe structuur is. En wat blijkt nou, als je binnenin kijkt, dan blijkt dat die lagen steeds meer context gaan meenemen. Dus het is een incrementele contextmachine. Wat leren die dingen nou? Dan, die leren die blauwe touwtjes. Dat zijn dus de weights. Dat zijn de connecties die tussen die neuronen zitten. En dat zijn er nogal wat. Dus die moet je allemaal één voor één gaan draaien tot ze goed staan. En ja, hoe doe je dat? Dat ga ik zo uitleggen. Maar dan ga je kijken wat... hier zitten allemaal neuronen en die krijgen dus een input. Stel dat zijn de touwtjes uit je optic nerve. En je stopt hier een plaatje in. Dus dit zijn, in de computer zijn het dan de pixels. En dan ga je dat hele ding laten leren. Ga ik zo uitleggen. En wat heeft hij dan geleerd? Hier zitten dan filtertjes. En filteren, het Engelse woord voor filteren, is to convolve. Dus convolutie. Dus convolutie betekent niks anders. Je gebruikt filtertjes. Nou, wat hebben die filtertjes geleerd? En dan blijken in het begin hele eenvoudige filtertjes te zijn die alleen maar randjes en lijntjes detecteren. En de volgende, al wat complexer. Dus als ik een neus wil detecteren, dan heb ik al 3 lijntjes nodig. Want die vormen samen een driehoek. Dus die constructie van die 3 lijntjes en die 2 hier met je mond enzovoort, het wordt steeds complexer. Hier detecteer je dus bepaalde elementen en dan worden het hier uiteindelijk gezichten. Uiteindelijk wordt het een hele groep. En als je maar voldoende lagen hebt, kun je dus een hele compositie maken. En dat opbouwen, dat noem je dus hiërarchisch leren. Maar omdat je dus zoveel touwtjes hebt, heb je ontzettend veel data nodig. Dus dat is de reden waarom we big data. En deep learning kon alleen maar beginnen, omdat we letterlijk veel data hadden. Hebben jullie ooit gekeken hoeveel images er op Google Fotos worden opgeladen per dag? Dat is in de orde van miljarden. En Google gebruikt dat. En de app die jullie allemaal gebruiken, die heeft daarvan geleerd. Dat is Google Lens. Google Lens, dat kennen we allemaal, die detecteert letterlijk 1 miljard verschillende dingen binnen een seconde. Want die heeft oneindig geleerd van wat wij allemaal gratis uploaden. Je denkt altijd, waarom is Google Fotos gratis? Nou, Google gebruikt al jullie spullen. Dus die lagen in het computernetwerk, die komen helemaal overeen met V1, V2, V3 in het visueel systeem. Nou, wat voorbeelden. Hier heb je bijvoorbeeld context. Heeft iemand enig idee wat hier staat? Kun je niks van zien, hè? Nou geef ik een context. En dan zie je, hé, dat is een hele ruizige röntgenfoto met een katheter erin. En omdat je die context hebt, kun je ineens veel beter en veel meer zien. Dus de omgeving meenemen, dat is de grote truc waarom deep learning eigenlijk ineens goed werkt. Die diepere lagen nemen steeds meer mee van de omgeving. Nou, ik heb hier een plaatje. En dat is een bibliotheek. En er mist allerlei dingen. En iedereen kent wel die invullen die je kan doen. Dat is tegenwoordig allemaal met AI. Ik start nou een foto-editor. En hier zie je dat plaatje. En ik kan zeggen erasing objects. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van nou, dit hele witte object, dat is een soort kras op die foto, die kan ik gewoon hier wegvegen. En dat kun je gewoon zo helemaal wegvegen. En nou is natuurlijk, ja, wat gaat dat ding nou invullen? Hè? Best wel een hele vraag, want die moet nou om zich heen gaan kijken. Vroeger kon je alleen maar invullen met ja, een kleur grijs. En wat is dan zeg maar, het gemiddelde? Nou, dan heb ik aangegeven waar het moet. Dan zeg ik, pas er nou maar toe. En nou gaat hij die hele omgeving meenemen. Dus hij gaat in diepere lagen kijken. Wat zit er om me heen? En dit is een gewoon Photoshop-programmetje. En dat doet nu AI. En als je al die pixels gaat kijken, wat zit er om me heen? En het is echt niet te geloven, maar wat daar dus stond. Hij heeft dus precies gezien dat hier die vloer moest doorlopen. Dat hier die balk moest doorlopen. Dat die boeken zo worden ingevuld. Als je dit hier invult, er zit een rode tafel. Dan zie je dus dat, hij gaat dus even kijken. En nou ziet hij dat die tafel links en rechts horizontaal doorloopt. En dan moet hij dat invullen. En dat heeft hij keurig gedaan. Dus het is echt spectaculair wat context betekent. Je kunt dus nu niet
Vroeger kon men alleen een lijntje wat ophield een beetje doortrekken. Nou, dat kunnen we nu veel beter. Die boeken zijn ook met dezelfde statistiek opgevuld. Dus dat je zegt hoeveel gele, rode boeken er wordt. Hoe statistisch zit dat naast mij? Diezelfde statistiek zit nou in dat ingevulde stuk. En je kunt je voorstellen dat je dus nu... We gaan straks kijken, kun je ook MRI's maken? En kun je ook medische beelden genereren enzovoort? Ja, dat kan ook allemaal. Gaan we laten zien. Dus dit is een voorbeeld van hoe dat kan werken. Ik heb hier een voorbeeld gegeven van... Ik zal het niet laten zien, kost te veel tijd. Maar ik heb mijn best gedaan om dit gewoon een plaatje... die schapen weg te halen, die meneer, deze fotograaf. En je ziet dat je dus hele grote objecten kunt weghalen. En de achtergrond is spectaculair. Dat schuurtje hier is helemaal netjes ingevuld zoals het schuurtje is. Dus het is best wel spectaculair. Hier zie je de hele bibliotheek. Google Lens ga ik niks over vertellen, want iedereen weet het. Maar Google Translate, inmiddels al 133 talen, het wordt onvoorstelbaar goed. En waarom? Omdat iedereen het gebruikt en je kunt dus met big data al die dingen leren. Het wordt 8 miljard keer per maand gebruikt. Dus dat is niet niks. Die zelfrijdende auto's, daar heeft ook iedereen van gehoord. En ik heb hier een voorbeeldje wat zo'n ding nou ziet. Die rijden dus rond. En die hebben een cameraatje en die segmenteren alles wat ze zien. Live. Dus dit is 30 frames per seconde. Dat is een paar megapixel per seconde. En die zien dus meteen, oh, dat is een auto, dat is een verkeersbord, dat is een boom, dat is een zebra enzovoort. Dus dat gaat allemaal live. En die hebben niet één camera, maar die hebben 30 camera's. Links, rechts, voor, onder en boven. En een netwerk trainen duurt hartstikke lang. Maar als je een netwerk hebt, dan is het dus supersnel. En training, en het andere, dat heet inference. Dus een netwerk gebruiken, dat heet inference. Dat is supersnel. Als het netwerk helemaal klaar is, stop het erin, meteen krijg je het antwoord. Nou, er is een mooi verhaal geschreven in 2017 over wat medical image analysis gaat doen. En dat was best al, dus nu al 6 jaar geleden. En toen ging het hartstikke hard, want toen was het allemaal net ontdekt. En het werkt op buitengewoon veel gebieden bijzonder goed. Dit verhaal is overgeschreven door Gert Litjes, die bij mij cum laude is afgestudeerd. En dat is een hit geworden. Het artikel is duizenden keren gereviewd, of hoe noem je dat, aangehaald. Nou, we zien al die voorbeelden. Mass classification in de mammografie. Schade van diabetes detecteren in netvliesopname. Borstkankermetastase in pathologiebeelden. Segmentatie brain lesions, prostaatsegmentatie. Skin lesion classification. Nou, iedereen kent die app die ook veel verzekersmaatschappijen al op je telefoon zetten. Leak detection in airway trees, nodules in de longen. Dus een hele interessante serie applicaties. Dit is Gert Lintjes, die is onlangs benoemd tot professor. Dus ik apetrots op mijn student die dat wordt. En die is nu hoofd in Nijmegen van de AI-pathologie-herkenningsgroep. Dus al die plaatjes met die cellen, dat is nogal lastig en cumbersome, zou ik zeggen, handwerk. Maar de computer blijkt dat zo onvoorstelbaar goed te kunnen. Herkennen van die afwijkende cellen, celdelingen en celtexturen. En zo ziet zo'n pipeline er dan uit. Je hebt allemaal trainingsplaatjes. Dus die moet je van tevoren maken. Dat je zegt, dit is dat en dat is dat. En net als, dit is een kat en dat is een hond. Doe je dat ook van die pathologie. Dan stop je dat in zo'n diep netwerk met al die lagen. En dan gaat het netwerk uiteindelijk rekenen. Maar je moet ook weten, terwijl het aan het leren is, leert hij echt. Dus je hebt zo'n kleine testset die je er steeds maar inpompt. En dan zeg je van, nou, nu gaan 10% van die plaatjes gaan goed. Oh, nu gaan 20% van die plaatjes al goed. Hij leert beter, nu gaat 30% al goed. En je stopt met leren als je bijvoorbeeld zegt, nou, ben nu 95%, dan heeft hij alles goed gedaan. Je bent continu aan het testen, doet hij wat ik wil. En als je ziet, nou, hij gaat steeds slechter doen, ja, dan is het natuurlijk van alles fout. Dan is je netwerk niet goed. Je moet ook oppassen, want dit was een beroemd voorbeeld uit de literatuur van al die skin lesions. Waar zit nu de maligne tumor? Welke is het? En toen bleek dat het systeem continu die maligniteit combineerde als er ook centimetermarkers in zaten. Dus juist bij die centimetermarkers hadden ze in die maligniteit gestopt. En het systeem is hartstikke dom. Dus die leert gewoon, als een maligniteit dat is, dan zegt hij, oh, er moet dus een marker in zitten. Dus dit is gewoon heel simpel, maar de waarschuwing is uitstekend. Wat hij leert, spuugt hij terug. Dus je moet ontzettend oppassen in
wat stop je erin? En daar gaat het dus om. Dus als je straks medische datastudies hebt, zijn het gevalideerde, goede data die je kan vertrouwen, want dan kan ik mijn netwerk ook vertrouwen. Als je niet weet wie het netwerk geleerd heeft, pas op, want er kan allerlei junk in zitten. Ik heb zelf een heel groot project mogen doen met retinadetectie. In China hadden ze 11% van de mensen had diabetes. Toen hebben ze gevraagd, willen 24 miljoen mensen gaan scannen? Om te kijken, hoe is de progressie van de diabetes in het zien? Kun je van 24 miljoen oogfoto's maken? Nou, overal camera's neergezet. Dat is een groot project wat de TU met China is gaan doen. Ik was de projectleider van. En het is een bijzonder mooi en groot project geworden. Het draait nu helemaal in China. En we zijn er inderdaad in geslaagd om een mooie AI te maken. En die foto's zijn heel makkelijk te maken. We hebben bij huisartsen, bij allerlei optometristen foto's neergezet. We hebben contracten afgesloten. Hier zie je me zelfs met de minister. Wij konden voorkomen automatisch konden we kleine microbloedingjes zien die voorafgaan aan progressie van diabetes. En die link zie je ons netwerk. Philips is ook druk. Die heeft laatst een voorbeeld laten zien. Ik dacht, neem het toch op. Dan kunnen ze uit die cardiogrammen kunnen ze die ECG-opname. Ze nemen 14 dagen continu een patiënt op die gewoon naar huis gaat. Plakt iets mee op de borst en die kan gewoon normaal zijn ding doen. En dan is het natuurlijk zo'n ECG 14 dagen afkijken, dat is een enorm probleem. Maar AI kan dat in een minuut. Die kijkt al die data af. En dan kun je dus op 1,2 miljoen van die hartslag-events kun je ongelooflijk mooi al dit soort atrioventriculaire bloks enzovoort kun je voorkomen automatisch herkennen. Dus het is weer het herkennen wat hier gebeurt. In dit geval, simpele data. Horloges zijn iets te simpel om dingen te meten, maar plakken die ze op de borst, dat gaat echt wel heel goed. Maar ja, black box. Iedereen kent de black box. Je hebt een bepaald signaal en je kunt de input meten, je kunt de output meten. Je hebt geen idee wat erin zit. En ingenieurs hebben allerlei methodes om te kijken, nou, dan moet er dit en dat in zitten. Maar ja, het blijft een beetje behelpen. Dus wij gaan onder de motorkap kijken. En iedereen die een auto heeft, die, als de motorkap open gaat, dan moet je natuurlijk wel weten, waar zit de olie, waar zit de remvloeistof. De meeste mensen hebben daar geen interesse in. Die laten dat aan de garage. En dat geldt natuurlijk voor ons net zo. En als je nog wat verder gaat, dan moet je natuurlijk in die auto kijken. Hoe werkt het nou met die kleppen en die zuigers? Maar tegenwoordig is het allemaal heel simpel. Dit is de elektromotor van een Tesla. Maar als ik aan jullie vraag, zit die motor nou achterin of voorin? Dan weet de helft dat niet. Dus dat is, wat voor techniek, kennis doe je? Wij gaan kijken naar zo'n neuraal netwerk. Ik heb het net al laten zien. We vergelijken de synaptische inputs met de weights en de diepe laag in het visueel systeem met de diepe laag in het neuraal netwerk. En we gaan naar die context kijken. Vroeger deden we computer vision. En dat was eigenlijk feature detectie. En dan hadden we een plaatje en dan gingen we al die filters die we nu leren, die gingen we zelf ontwerpen. Dus we gingen met hele bossen filters aan de gang. Met enkele lijntjes, verschillende oriëntaties, bredere lijntjes. Dus die waren handontworpen. En dat werkte best wel een beetje, tot 80%. Maar ja, niet de 100% die we, of de 98% die we nu hebben. Omdat het nooit precies de goede filters waren. We hadden net niet genoeg of niet voldoende oriëntaties. Dat was ook hartstikke moeilijk om dat te bepalen. Je zegt, nou neem er dan maar 100 miljoen. Nou, dat was natuurlijk ook overdreven. Het leren van die systemen geeft je precies de goede filters die in de data zitten en geen andere. Nou, dan had je die filters en als je dan de output van die filters bekeek en je liet dat los op die plaatjes, dan kon je groeperen. En dat heet dus clusteren. Dus hier heb je dan de healthy is blauw en sick dat is rood. En wat je dan moet vinden is natuurlijk een soort scheidingsvlak wat hier tussen zit. En dat heet de classifier. Dus iedereen begon moeilijke classifiers te maken als dat niet een vlak was. Maar we moesten een beetje krom of we moesten een beetje zo. Dus we hebben allerlei studies gedaan aan classifiers dat je optimaliseert de beste verdeling tussen goed en slecht. Of tussen een heleboel van die clusters. Nou, dat werkte allemaal maar matig. En toen kwam zo'n neuraal netwerk. En we gaan eens in detail kijken wat daar nou in zit. We beginnen links. Daar zit het inputplaatje. En dat plaatje dat is 224 bij 224 pixels. En daar zitten die filtertjes op. Daar gaan we dus met die filtertjes over het plaatje heen fietsen. Die zijn 11 bij 11. Nou, dan gaat het naar de volgende laag en naar de volgende laag. En we gaan eens kijken wat er in die lagen gebeurt. En in die lagen vindt plaats het proces convolutie. ReLU,
Max pooling, convolutie, dat zijn termen die je allemaal een keer wel zal zien. Maar wat betekenen die nou? We eerst kijken naar convolutie. Je stopt het plaatje erin en dan gaat het netwerk, dat stuurt al die data hier naar achteren. En hier aan het end zit de output en die zegt iets. In dit geval zitten er 1000 outputs. En als de 381ste aan staat, dan zegt hij het is een kat. En als de 571ste in, dan zegt het is een hond. Dus dat zijn 1000 klassen. Nou, hele simpele netwerken die bijvoorbeeld een cijfertje herkennen, wat je geschreven hebt, die heeft 10 outputs, van 0 tot 9. Maar wat gebeurt er nou, als nou die, bijvoorbeeld het is een cijfertje, en dat ding gaat zo al die, en in het begin zijn al die synapsen, je weet totaal niet wat het zijn. Een netwerk begint met random getalletjes. Dus overal zitten volkomen willekeurige getalletjes. Dus dat ding, dat geeft natuurlijk ook aan het end een random uitslag. En ja, en hij zegt het is een 4. Ja, je stopt een 5 erin. Dan zeg je, nou, dat is natuurlijk fout. Hoeveel fout? 1 fout. Nou, dan ga je in al die touwtjes ga je timmeren totdat hij 5 zegt. Dus het is een eindeloos gedraai in al die touwtjes. Dus je moet dus ontzettend veel van die touwtjes gaan regelen tot hij 5 zegt. En dat is nou wat zoveel computercapaciteit kost. En wat ze, waarom ze dus, omdat we dus die gigantische computers hebben, nu pas voor het eerst kunnen doen. Dus bij elke keer, je stopt een cijfertje erin, cijfertje 4, hij zegt 5. Bijtunen tot hij 4 zegt. Nou, volgende cijfertje erin. Volgende cijfertje erin. Alsmaar cijfertje erin. En dat doe je duizenden keren, honderdduizenden keren. En uiteindelijk is die goed. Maar dat is eindeloos geregeld geweest. Dus je moet heel wat timmeren aan al die synapsen. Het lichaam doet dat ook. Je laat ze groeien en laat ze klein worden. Als je iets vergeten, wordt het klein. Als je iets helemaal vergeten bent, is je synaps gewoon weg, gedegenereerd. Dat is het leerproces. En dat leerproces, dat heet error backpropagation. Dus je zegt, er is een foutje hier. Dan gaan we net zo lang hier timmeren aan al die dingen. Dus we beginnen achterin. Eerst zetten we deze allemaal goed. En dan die allemaal goed. En daarom heet het backpropagation. Dus je loopt dat herstelproces, dat timmeren aan die synapsen, aan die gewichten. En dat was de gouden truc. Dat hebben de jongens in dat Nature paper ontdekt. Nou, dat was een schot in de roos. Dus dat is, ik weet niet of ze ooit een Nobelprijs krijgen, maar ze hebben nogal wat impact gehad. Het paper is inmiddels, ik geloof, meer dan echt, tienduizenden keren is dat aangehaald. Dus vergeet die term niet, error backpropagation. Gouden greep. En tegenwoordige netwerken, die zijn echt groot. Honderden miljoenen van die weights. Dus je hebt nogal wat computers nodig om dat allemaal te doen. En er was een competitie in 2010 tot 2017 met herkennen van beelden. Dus hier moest je laten zien, dat is een paard met een man erop. En in het begin, in hier de allereerste, toen konden ze maar 28% was nog steeds fout. En hier, 2011, 25% fout. Maar hier kwam ineens die meneer die deep learning toepaste. En die ging toen ineens van 25 naar 16. En dit was een beroemde wedstrijd met 1,4 miljoen plaatjes. Dus dat was hartstikke groot. Die werd ter beschikking gesteld op internet. En honderden groepen deden mee. Industrie enzovoort. En iedereen probeerde daar de winnaar te zijn. Want je kreeg een miljoen als je daar de winnaar van was. Dus iedere student deed mee, noem maar op. Dat was hartstikke leuk. En de industrie die was blij. Want die zeiden, ja, nu wordt er echt vol gas gegeven. Maar die jump, dat was een schot in de roos. Hij begon met 8 lagen. Nou, nu zijn het al 152. En tegenwoordig heb je, misschien heb je het wel eens gehoord, AlphaFold. Dat is een heel beroemd ding. Eiwitten die zijn natuurlijk heel complexe 3D-structuren. Maar hoe vouwen die nou op? En al die aminozuurreeksen, ja, hoe kun je die nou laten een soort prediction doen, hoe die dat opvouwen van het molecuul gaat? Nou, ook dat is ineens in de laatste paar jaar, als ook een wedstrijd van, met sprong omhoog gegaan, omdat ze daar deep learning gingen doen. En die heeft zelfs de hoogste, dit is een soort Nobelprijs op het gebied van die fysische chemie. Nou, dit is convolutie, dat is een filter. En wat doet zo'n convolutiefilter? Die zegt eigenlijk, ik heb hier een 3x3 filtertje en ik loop gewoon over mijn plaatje heen, pixel voor pixel, rij voor rij, kolom voor kolom. En dan zegt hij, nou, ik vermenigvuldig al die getalletjes in dat filter met al die getalletjes in mijn plaatje en telt ze allemaal bij elkaar op. En dat is wat een convolutie doet. Dus als ik zeg van, nou, ik heb hier allemaal enen staan,
Dan krijg ik dus eenmaal dit, eenmaal dat. Dus dan krijg ik 9 van die dingen bij elkaar, tel ze op. Dan krijg ik het gemiddelde van die 9. Nou, wat is het gemiddelde? Dat is niks anders dan blurren. Dus blurren is eigenlijk het stomste filter wat er is. Dat is gewoon allemaal dezelfde dingetje. Maar als je zegt, ik heb een filtertje, hier is 1 en daar is 0. Of hier is 1 en daar is min 1. En ik doe dat over een plaatje. Dan krijg ik, wat is het verschil tussen 2 pixels? Want het is dit pixel min dat pixel. En dan vindt hij randjes. Want een randje is niks anders dan verschil in intensiteit. Als ik, dit is licht en dat is donker. Ik hoef alleen maar naar verschillen te kijken. Dus je kunt in al die filtertjes, kun je dus randjes, lijntjes, allemaal dingen laten zien. En die optellen, dat is hetzelfde als wat in het neuron gebeurt. Dus je telt het allemaal bij elkaar op. En een neuron heeft een drempel. Je moet eerst wat millivolt spanning in zo'n neuraal soma doen. En op een gegeven moment zegt hij dan, pang, actiepotentiaal. Maar dat doet hij pas als hij boven een bepaalde threshold komt. Nou, dat doen ze hier ook met zo'n neuron. En dat threshold, dat is dat ReLU-ding. Dat is een rectifying linear unit. Dus het is letterlijk het namaken van neuronen zoals we die uit de neurofysiologie kennen. Hier heb ik een speciaal filtertje genomen. En dat filtertje ziet eruit niet als 3 bij 3. Maar dat zijn gewoon de pixels van A. Dus dat is zeg maar 10 bij 10 pixels. Dan heb ik dat blauwe wokje rechtsom. En dat schuif ik over een plaatje van tekst. En overal waar die dus de A op de A ligt, daar krijg ik een hoge output, want dat past allemaal. Maar daarna dan krijg ik dat die nullen en die ene elkaar uitdoven. Dus ik kan nu met een A filteren over zo'n stukje tekst, kan ik de A vinden. Dus convolutie is dat is een zoekopdracht. Als je een bepaalde filtertje hebt, dan kun je zeggen, ik kan iets vinden. Als ik met een fotootje van een gezicht, deze hele een foto van jullie zaal, dan ga ik met een fotootje zo al die pixelrijen langs. En overal waar een gezicht op een gezicht valt, zegt hij, hey, match, hoge correlatie. Dus daar krijg ik een piekje. En zo kan ik gezichten vinden. Nou, dat doen die netwerken. Precies wat die netwerken doen. En daarom heet het ook convolutional neural networks. We gaan eens een programma schrijven. En ik doe dat in een hele hoge en beroemde taal, die heet Mathematica. En ik wil ChatGPT voor help vragen. Ik ga dus vragen, geef de Mathematica code met alle lagen voor het neurale netwerk AlexNet, want zo heet dit ding. En AlexNet, dat staat ergens wel beschreven. Ik ga nu niet zelf programmeren. Ik ga nu ChatGPT vragen, schrijf jij mijn programma? Ik had je letterlijk even laten zien. Dus ik ga even uit de tekst, dit moet ik even sluiten. Nou zie ik dat ik iets verkeerd heb gesloten. Ik moet even alles afsluiten hier. Oh, wat erg. Want ik moest die tekst hebben. Maar ik kom zo bij jou terug. Kijk, want ik ga nu deze tekst even kopiëren. Zo. Copy. En nou mag mijn presentatie weer terug. Want dan ga ik... Deze moet even uit. Uit de presentatie. Ik zal verder nergens meer op de knoppen drukken. Nu heb ik die code. Wat ik nou ga doen is wat jullie allemaal thuis ook doen. Ik start ChatGPT. En dat is een mooie website. Ik log even in. En hij kent mijn password al. En nu zit ik in ChatGPT. En ChatGPT heeft 2 versies, 3,5 en 4. Voor 4 moet je betalen, ik betaal 2 tientjes per maand. Maar dan mag je ook heel veel luxe functies doen. Dan krijg je allemaal wat dan heet plugins. En die plugins die kunnen ook coderen. Dus nou plak ik mijn message erin. En dan zeg ik, geef die Mathematica code. Wie heeft dit wel eens gedaan, programmeren met ChatGPT? Kijk. Het begint. Nou, en dit is wat hij allemaal zegt. Hij zegt dus van, nou, het was een programma zo en zo. En nou zie je dat hij dus die code gaat schrijven. En dan zie je al staan, convolution layer. En je hoeft niks te doen. Je krijgt gewoon de code. En dan start je Mathematica en dan doet hij die code. Dus het wordt eigenlijk steeds makkelijker.
Alleen, hoe doet hij dit? Hoe kan dit nou? Maar het is wel leuk om even te zien. En deze code, die kan ik nou kopiëren. En nou ga ik even terug naar mijn lezing. Ik heb die code hier overgenomen. En nou zie je precies wat hij gedaan heeft. Dit is de convolutielaag, de eerste. En dan komt er een ramp. Dat is dat threshold dingetje. Dus wat dat neuron, daar moet een bepaalde drempel over. Dus als ik ga kijken, dan zie ik die eerste convolutie die hier zat, die is ook netjes geprogrammeerd. Dat is deze convolutielaag. Dan zegt hij van nou, ik heb die ramp, dat is dus dat, ditzelfde ding, dat is dat drempeltje, dat heeft hij hier geprogrammeerd. Dat is de volgende laag. Omdat ik ontzettend veel data krijg, zit er een max pooling in. Dat betekent, ik krijg bijvoorbeeld dat filtertje, er zijn 28 van die filtertjes, dan is ineens het plaatje 28 keer zo groot. Dus dat dempt dat maar een beetje. Dus ze doen ook pooling. En dat betekent dat ik van 4 pixels de maximale neem, en dan gaan we er nog maar 1 over. Dat heet max pooling. Je snapt het woord. En dat is deze layer. Nou, dan komt de volgende, de convolution layer, weer een ramp. En al die lagen vormen mijn diepe neurale netwerk. Dus het is that simple. Je zegt zeggen, ja, dit ga ik nooit doen. Maar wie weet, de helft wel, de helft niet. Het is volledig natuurlijk aan, vind ik dit leuk of vind ik het niet leuk. Maar het wordt wel steeds makkelijker. Nou, aan het eind zit dan een linear layer. En dat maakt dan die klassificatie. Die zegt, moet ik 10 outputs hebben of moet ik 1000 hebben? Google Lens heeft er 1 miljard. Dus die heeft nogal wat klassen. Ik ga 1 voorbeeld doen, helemaal uitgewerkt in Mathematica, je code laten zien. De helft zal in slaap vallen, de andere helft zeggen van, hé, dat is apart. Dus we gaan eens kijken, wat doen die computerjongens nou de hele dag? Die zitten natuurlijk heel saai achter zo'n beeldscherm te kijken, wat een hopeloos vak. En ik ga eens kijken wat, ik start Mathematica, dat is een programma wat ik al 25 jaar gebruik, is onvoorstelbaar krachtig. Is overigens veel krachtiger dan Python, maar vroeger kostte dat geld en iedereen is op de gratis versies overgegaan, dus dat is zo. We gaan mushrooms klassificeren. Nou, hoe gaan we dat doen? Even kijken, waar is mijn muis? En ik ga 4 klassen definiëren. Dus nu zien jullie computercode. We gaan kijken naar een morel, een bolete, een parasol en een kanterel. En die kun je natuurlijk, nou heb ik data nodig. En dan kun je natuurlijk zeggen van nou, haal ze maar van het net. In de Mathematica is alles heel kort. Je kunt gewoon Engels tegen het taal spreken. Je zegt web image search. En dan gaat hij op het web gaat hij dus morel zoeken. En dan gaat hij er 5 ophalen. En inderdaad, ik krijg nu keurig 5 van die plaatjes. Ik wil er veel meer hebben. Dus nou zeg ik ga van al die klassen, ga ik 50 van die plaatjes downloaden. Je ziet al, hij downloadt ze nu. En wat waren die klassen? Die heb ik hier gedefinieerd. Klasses. Dat zijn dus deze woordjes. En die woordjes die worden dus door Mathematica keurig in dat programma Web Image Search. Die maakt een Google Image Search. Roept op het web. Dan krijg je al die kleine plaatjes. En hij haalt die plaatjes van het web. En doet die allemaal voor jezelf automatisch. Door dat ene commando Web Image Search. Dus als jij 1 miljoen MRI's zoekt over een bepaalde ding. Dan kun je gewoon zeggen, geef Google de opdracht. En met 1 opdracht krijg je dus heel veel mooie data. Kennen jullie Wolfram Alpha? Nou, dat heeft ongelooflijk veel data in zich. Mathematica is, en Wolfram Alpha is van dezelfde firma. Dezelfde man die dat geschreven heeft. Dus als je Mathematica gebruikt, dan heb je alles van Wolfram Alpha erbij. Nou, hij heeft al die plaatjes nu geladen. Dan gaan we ze allemaal even groot maken. Dus de hoogte wordt 100, dit is X en dat is Y. En die maak ik nu allemaal even groot. Ik shuffle ze door elkaar. En nou ga ik eens kijken hoe die data eruit zien. Dus ik heb hier, dat heet dan een dataset. En dan zie je, heeft dus keurig dit plaatje, daar hoort die tekst bij. Dat plaatje hoort die tekst bij. Dus dit is niet zomaar data, dit is data met een label. En dat wil je natuurlijk automatisch hebben. En je wil het ook dat het er prettig uitziet. Nou, om dat te maken is dat heel prettig allemaal. Alles is zoals je wil dat het is. Dus als je zegt, ik wil dus niet naar de tekst van het plaatje kijken. Nee, ik wil het plaatje zelf zien. Dus je kunt dat lekker hier, je kan eindeloos door al die honderden plaatjes scrollen.
Nou, dit heet nu mijn dataset. En dan gaan we die dataset verdelen in een set waarmee we trainen. Dus dan gaan we eindeloos één voor één die plaatjes in dat netwerk geven. Dat netwerk gaat draaien en al die touwtjes. Een validatieset aan het eind om te kijken, heeft hij het goed gedaan? En een testset die tijdens het leren gebruikt wordt om te kijken, hoe doet dat leren het? Gaat het echt wel de goede kant op of gaat het de slechte kant op? Dus ik verdeel dat nu in een trainingsset, een validatieset en een testset. En dat doe ik gewoon met van die simpele programma's. Take list van de data. Die is 100, die is 50 en die is 50. Nou, dan hebben we een hoop netwerken. En ik kan gewoon een netwerk wat al bestaat gebruiken. Dus ik ga naar een website en die heet de Wolfram Neural Net Repository. Daar staan tientallen netwerken, kant en klaar. Dat zijn de beroemde netwerken die iedereen tegenwoordig gebruikt. Dus er zijn netwerken voor de detectie van, noem maar op, automatische teksttranslatie, herkennen van gezichten, het herkennen van bepaalde patologieën. Er zijn heel veel, er zijn zeg maar zo'n 150 beroemde netwerken. En we kiezen er nou gewoon eentje. Dus ik zeg, ik neem dit netwerk. Dat wordt nou geladen. En dat heet dus mijn netmodel. En kijk eens wat ik nou krijg. Ik krijg dus nu een ketting, zegt hij, van allemaal laagjes. Dus als je dat openklikt. En hier, kijk, hier is helemaal. Dit is de eerste convolutielaag. Hier zit zo'n ramp. En dit zijn al die laagjes. Dus dit is een groot netwerk. En al die laagjes zijn er automatisch geladen. En dit netwerk is kant en klaar. We gaan eens in de output kijken. Oh, dat is veel te groot. Dat netwerk heeft 1000 klassen. Dus dit is een netwerk wat dus gebruikt wordt om 1000 verschillende dingen te herkennen. Is het een kat, een hond enzovoort. En dat wil ik nu gaan veranderen voor mijn... Dus ik ga kijken, hoe doet hij dat? Nou, het netwerk heet net. En ik stopte nu gewoon in dit plaatje. Dus ik kijk, wat doet hij? Ja, hij zegt mushroom. Ja, dat is in de buurt. Maar ik wil die vier klassen hebben. Dus ik moet dit netwerk opnieuw gebruiken en gaan veranderen voor mijn doel. En dat veranderen voor mijn doel, dat ga ik je even laten zien. Wat moet er nou gebeuren? Dat heet network surgery. Dus ik ga gewoon die output en die 1000 klassen, die ga ik natuurlijk afknippen. En dan moet een nieuwe output op met die vier klassen. Dus dat is het eerste wat ik doe. Ik zeg, ik doe een replace part. Nou, iedereen snapt wat dat doet. In dat net, dat de output, die moet dus nu een decoder worden die met klassen werkt. En hoeveel klassen? Deze, want klassen, dat waren die vier woordjes. Dus met dit ene simpeltje dingetjes. En aan het eind zit ook nog deze. Dat is die linear layer. Die geeft ook 1000 als output. Ja, die moet ik ook veranderen, want die moet nou naar 4. Dus die linear layer, die slopen er ook af. En nou ga ik een nieuw netwerk maken. En dat heet New Net. Ga eens kijken hoe het eruit ziet. Nou, het is precies hetzelfde. Maar kijk eens, aan het eind, daar zit nu, als ik op die klasse klik, ja hoor, die heeft 4 klassen. En dit ding, die dat omzet van dat netwerk naar die 4 klassen, dat is intern, dat heet dan een matrix, die moet nou nog geleerd worden. Want die is nog niet bekend en daarom is die rood. En daarom moet ik dit netwerk dus nu gaan voeden met al die plaatjes. Ik heb 100 van die paddenstoelplaatjes. En dan gaat hij al die netwerkjes, of die synapsen in dat stukje linear layer gaat hij goed zetten. Maar wat ik nou gedaan heb, is best wel slim. Ik ga niet dat hele netwerk opnieuw trainen. Alleen dat laatste laagje. Al die 100 miljoen verbindingen die daarvoor zaten, in laag 1, 2, 3, 4, 5 enzovoort, de lagen daarboven, kijk, die zijn zwart. Die zijn al geleerd. Dus dit opnieuw leren, maar dan alleen maar een klein stukje, dat heet transfer learning. Dus gebruik een netwerk wat getraind is door een professionele club met 1000 plaatjes. Dat is heel veel geld en werk en data zoeken enzovoort. Dat krijg ik gratis cadeau. En ik hoef alleen maar dat laatste stukje hoef ik te doen. Dus ik kan nu veel goedkoop gebruik maken van wat die dingen al gedaan hebben. Dit wordt heel veel gedaan. Dus dat heet transfer learning. En nou gaan we Zou trainen. Zou je heel kort kunnen onderbreken? We hebben niet zo heel erg lang meer. Dus, ik heb... Zou u een minuutje af kunnen ronden? Dan moeten door naar de volgende... Ik ga een beetje afronden. Super, hartstikke bedankt. Ik ga nu vertellen hoe dat trainen werkt. En ik ga het trainen laten zien. En nou gaat hij alles klaarzetten. Maar het is toch wel belangrijk om even dat trainen zo te zien. Nou, dit moet wel veel sneller gaan.
Kijk. En je ziet dat hij nou aan het trainen is. En intussen is hij aan het kijken, gaat het allemaal goed? En je ziet, ja, de fout wordt steeds kleiner. En het gaat redelijk snel. Ik ben in 15 seconden klaar. Maar je ziet dat die fout nou hartstikke klein aan het worden is. En dit is nou precies het trainingsproces van wat een deep neural netwerk doet. En ik vind het heel belangrijk dat jullie dat toch een keer live zien, hoe dat nou gaat. En dat dat best veel tijd kost. Die grote netwerken testen, zoals voor Google Lens, dat kost maanden. Dat is hartstikke duur. Nou, het ding is nu klaar. Nou kan ik het netwerk wat getraind is eruit halen. En dan gaan we kijken, doet hij het? Dan stop ik deze erin. En dan gaat hij dus kijken wat hij doet. Even kijken. Ik stop. En hij zegt inderdaad Bolete, Morel enzovoort. Dus dat is allemaal, is dat keurig gedaan. Ik ga hier even stoppen. Ik heb nog een paar dia's die ik hierna wil laten zien. Dus het leren is duur, maar als je het eenmaal hebt, is het goedkoop. Ik wou nog wat dingen laten zien. Je kunt ook binnenin een netwerk kijken. Maar dat heb ik helaas... Ik was wel 10 over 11 pas begonnen. Maar goed, ik zal proberen wat... Dat is meer om even te waarschuwen. Ja, want het is best jammer dat ik... Maar goed, ik zal het overslaan. Jullie geloven het wel. Ik ga jullie mijn eigen camera laten zien. En dan het netwerk. En ik kan dus laten zien wat dit celletje precies ziet in dat netwerk. En dan kun je live zien dat dat celletje precies gezichten detecteert. En dan hou ik mijn hand ervoor en dan zie je, nou, dan komt dus een witte blob waar mijn gezicht zit. Dan beweegt mijn gezicht heen en weer en dan gaat die witte blob die gaat heen en weer. Want dat celletje is helemaal gevoelig voor gezichten. En doe ik mijn hand, het celletje doet niks. Maar alleen voor mijn gezichten doet hij het. Echt spectaculair. Je moet het missen omdat we geen tijd hebben, maar je gelooft, ik heb het nu verteld. Ik ga even heel snel door. Waarom werkt het allemaal zo goed? Omdat vroeger hebben we de spelletjescomputers gehad en die moesten 30 keer per seconde moesten die nieuwe scènes genereren. Je runt door zo'n kasteel enzovoort. En die computer was niet snel genoeg. Dus weet je, we maken gewoon een aparte chip met een paar duizend kleine computertjes. Elk pixel krijgt een eigen computertje. En dan doen we het in parallel, rekenen we al die pixels tegelijkertijd uit. Nou, schot in de roos, honderden miljoenen van die chips werden verkocht, want iedereen speelde spelletjes. Het heet dus ook een gamecard. Nou, dat is een dikke chip. Die zit nu in elke computer. Ze hebben nu ontdekt dat die dikke chip ook heel erg geschikt is voor al die berekeningetjes die AI moet doen, want dat zijn 1000 computertjes. Dit laptopje van mij heeft dus zo'n grafische chip, zoals het heet, met 1980 computertjes erin. Nou, dat is geweldig. Ik kan 1980 keer zo snel rekenen als vroeger met mijn ene Central Processing Unit, zoals het heet. Dus dat is een schot in de roos. De dingen kosten niks meer. Ja, tientjes. Dat is niet duur. En wie maakt ze? ASML. Die maakt dus de machines die dit allemaal printen. En we slaan alles op de cloud op, dus we kunnen verschrikkelijk veel data hebben. En die kaarten worden alsmaar groter. En tegenwoordig maken ze ze heel vet. De firma die dit allemaal maakt, die is nou miljarden waard, die heet Nvidia. Grote winnaar. En die is natuurlijk geëxplodeerd toen iedereen om die chips ging vragen. Nou, de vetste chips die ze nu maken, die kost 30.000 euro. Maar dan heb ik 10.000 van de computertjes in jouw computer zitten. Dus hier zie je hoe hard dat gegaan is. Als je niet genoeg data hebt, dan kun je hetzelfde plaatje gewoon een beetje veranderen. En dan zegt het netwerk toch, hé, dit is een nieuw plaatje. Dus een beetje roteren, een beetje transleren, een beetje vergroten. Dus dit heet augmentation. Gewoon vermeerderen van je data. En medisch hebben we niet zoveel plaatjes. MRI's heb je misschien een paar honderd van. Nou, je draait en je schudt een beetje aan de MRI's, je krijgt er heel veel. Dus je kunt een plaatje met, als je het een tiende graad draait, dan kun je tientallen nieuwe plaatjes maken. En het ding zegt steeds van, ja, dat is een MRI. Dus dit is een heel bekende truc die veel gebruikt wordt om veel plaatjes te maken. Nou, dit zijn al die beroemde netwerken. En die heten residual network of UNet. Dat hebben ze zo'n vorm. Dus ze hebben allemaal soorten. En hoe weet je nou welk netwerk je moet gebruiken? Dat doen de computers tegenwoordig automatisch. Die zeggen gewoon, nou, ik heb al die data. Ik pak eerst net 1. Nou, dat geeft 3% fout. Dan neem ik het volgende net. Ik neem net 2. Hij neemt er gewoon 20. Oh, dat geeft 8% fout. Weg. Dan neem ik net 3. Oh, die geeft 1% fout. Die hou ik. Dus dat automatisch vele netwerken testen, dat heet auto machine learning, ontdekt door Google en iedereen gebruikt het.
Zit ook in Guatemala, dus absoluut het einde. Je hoeft niet al die netwerken meer te kennen. Je zegt gewoon, doe het zelf maar. Dit zijn de beroemdste, test ze allemaal één voor één en geef mij de beste. Nou, en dit is het kern van mijn verhaal. Het is wel moeilijk. Ik zal 1 minuut voor nemen. Maar wat blijkt nou? Als je een plaatje hebt, dan is er een wiskundige formule dat je zegt, nou, dit plaatje kan ik opbouwen uit basisfiltertjes. En het is in wezen die basisfiltertjes die zo'n neuraal netwerk leert. Dit zijn die filtertjes. En je brein kan uit al die filtertjes, en dat zijn er maar 20, elk plaatje maken wat je maar wilt. En dat is natuurlijk briljant. Dus je kunt met weinig basis, heet dat, met heel weinig basisplaatjes, kun je al die plaatjes maken. Dus de truc is om die basisplaatjes te leren. En dat heeft ook niemand zich gerealiseerd. Iedereen zei, ja, we hebben natuurlijk eindeloos van die plaatjes, die gaan we allemaal opslaan. Dat is waanzin, dat hoeft helemaal niet. Als je alleen maar die coëfficiënten opslaat, en die 20 plaatjes van die basis, dan kun je al die plaatjes kun je gewoon maken. Je brein doet dat al 1 miljard jaar. En dat beginnen we nu pas te leren. Nou, dat heet representatie. Dus dat je iets met veel simpeler kunt representeren. En als je dat nou doet van zo'n plaatje, dan krijg je hier al die filtertjes. En dat zijn precies dezelfde filtertjes als je gaat meten in V1. Daar zitten ze ook. Dus dan meet je dat jouw visuele cortex heeft diezelfde filtertjes geleerd. Want het is die universele basis. Stop je nou een ander plaatje in, wat alleen maar verticale randjes heeft, dan leert jouw systeem ook een hele andere basis. Die leert alleen maar verticale randjesdetectie. Hier. Dus het hangt af van wat je erin stopt, wat voor basisplaatjes die leert. Dus als jij een vis bent en je zwemt alleen maar tussen verticale stammetjes, dan hoef je helemaal niet horizontaal te zien. Dat is zonde van de aanleg. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben een katje hebben ze in een kooi gezet. Dat even laten zien. We regulate the visual environment by keeping kittens in complete darkness from birth, bringing them out for periods of controlled visual experience inside special cylindrical chambers. Here, a kitten is being exposed to an environment consisting entirely of horizontal stripes, and it wears a ruff to prevent it seeing its own body. Dus die heeft een paar maanden alleen maar. This particular kitten will be exposed to these stripes each day from the age of 3 weeks until it is 3 months old. Dus all the rest of the. Dus al die tijd zit hij verder in het dark, maar die heeft dus alleen maar horizontale lijntjes geleerd. En dan gaan ze nu kijken, wat kan dat katje nou zien, het arme beest? But its vision is not really complete. Watch the way that it responds to a shaking horizontal stick. Hij heeft natuurlijk geleerd horizontale lijnen te zien. En natuurlijk weet iedereen al wat er nu gaat komen. Een beetje doorspoelen. The kitten can see it. But if the stick is made vertical, the kitten no longer reacts to it. Deze kat heeft geen enkel filtertje om dus een verticaal stickje te zien. Dat is dus niet in zijn brein aangelegd. Dus als je geboren wordt, moet je natuurlijk wel zorgen dat je allerlei dingen om je heen ziet. Als je alleen maar horizontale lijnen ziet, dan leg je dat ook aan. Ja? Dat heet breinplasticiteit. En in neurale netwerken is het exact hetzelfde. Dat heet leren. Dus dat is een. Nou, wij zijn ook gewend aan. Iedereen ziet hier gezichten. En als ik het laat zien, dan zeg ik, hé, hier zijn de gezichten. Dit is wat ik jarenlang gedaan heb. Dokter, daar zit het. Dus je vindt de computer. Maar nou laat ik hetzelfde plaatje zien op zijn kop. En niemand kan nou gezichten zien. En waarom is dat? Omdat jij in je normale leven nooit een gezicht op zijn kop hebt gezien. Die bestaan niet. Dus jij hebt geen feestcellen voor gezicht op zijn kop. Nooit geleerd. Dus als jij op zijn kop had geleefd, had je het wel geleerd. Mensen die Chinees geleerd hebben, die lezen allemaal Chinees. Wij hebben het nooit gezien. Kunnen we niet. Maar hier zie je het voorbeeld van het exactzelfde plaatje. Als ik het laat zien van met die witte lijntjes erbij, hier zitten die gezichten, dan is het nog steeds moeilijk. Dus wij zijn ook een lerend systeem. En wat je erin stopt, dat leer je. En wij zien nu gezichten overal. Hè? Dit is bekend. Ik ga nog iets vertellen over die zelflerende ChatGPT. Wat is de lol? Het zijn twee netwerken die met elkaar vechten. Dus de ene die genereert allerlei rotzooi. En de ander zegt, is het rotzooi of niet?
En dat doen ze eindeloos, totdat ze vanaf die rotzooi iets kunnen maken. Dus die, een gewoon netwerk, wat dus geleerd heeft dat te representeren met heel weinig filtertjes, en daarna weer een gewoon plaatje van te maken, hebben ze gewoon in tweeën geknipt. En die laten ze met elkaar werken. Dus die, die ene helft, die rechterhelft, die zit hier. Dus die generator, die discriminator, die zijn continu met elkaar aan het vechten. En dat is ChatGPT. Maar dan een beetje groter. Maar dat doet niks anders dan dit. Nou, wat kun je daar nou instoppen? Je kan bijvoorbeeld hier ruis instoppen. En het moet gezichten leren. Er is een website, This Person Does Not Exist. Nou, en als je die website oproept, dan krijg je dus een gezicht. Als je die website weer ververst, dan komt er weer een nieuw gezicht. Je kunt het 1 miljoen keren doen. Ik had laatst een database nodig van gezichten. Nou, dan zet je dat gewoon een nacht aan en dan heb je dus 100.000 images. En dat zijn allemaal niet bestaande gezichten. Je kunt zelfs langzaam door die ruiswereld heen gaan. En dan zeggen, nou, als ik die ruis een klein beetje varieer. En dan kun je dus van het ene gezicht naar het andere vloeiend heen en weer. En dit is een YouTube-filmpje waarin je 1 uur lang kunt kijken naar het ene gezicht wat naar het andere is. En het is dus hartstikke simpel te maken door gewoon 2 van die netwerkjes met elkaar te laten vechten. Dus nou kun je alles. We kennen allemaal die Face-app. En dit is dus ook weer, het netwerk heeft geleerd, wat zijn nou precies de representaties voor als we ouder worden? Wat is de representatie? En dit heeft iedereen op zijn telefoon, dat heet Face-app. En daar kun je ongelooflijk leuke dingen mee doen. Maar het is niks anders dan die 2 netwerken die met elkaar vechten. En je hebt tegenwoordig die deepfake. Dit is mijn vader, in 1984. En zoals ik de lectie al begon, ik kan dus mijn vader nu gewoon laten praten. Die heeft nooit, toen was het nog niet eens kleurenfotografie, dacht ik. Maar het is heel bijzonder om dat zo te zien. Je kunt gewoon je eigen foto van heel vroeger. Nou, en dit is natuurlijk wat iedereen zo bang voor is. Even kijken. Dear fellow scholars, this is 2 Minute Papers with Dr. Caro Joana Efeir. It is important for you to know that everybody can make the... Nou, we kunnen nu de mooiste dingen maken. Hier zien we fake hoe Trump werd gearresteerd. Maar er zijn ook toepassingen van die guns in medische plaatjes. We kunnen van een MRI linksonder kunnen we een CT-scan maken. Of van een T1 gewogen MRI, een T2 gewogen MRI. En van het vaatbed in een netvlies, het hele fundusopname. Er zijn heel veel mogelijkheden. Rechtsboven zien we ook nieuwe gevormde melanomen en moedervlekken. Om systemen veel te kunnen laten leren. Een aantal mogelijkheden breidt zich continu nog uit. Hier zien we een mogelijkheid om van heel veel plaatjes van verschillende hoeken genomen 3D-reconstructie te maken. Dat heet Neural Radiance Field. Dat kunnen we nu ook met Cone Beam CT van coronairvaten. Van allerlei richtingen zo'n bloedvatboom aanschieten en dan een 3D-reconstructie maken. Dit is een project van Philips. En ik ben trots op de mensen die daar werken. 2 zijn professor geworden. Dit ga ik overslaan. Dat is, hier zien we Marcel Breeuwen. Die heeft een prachtig project gedaan waarbij nieuwe beelden werden gemaakt om MRI kunnen laten testen. Dus we kunnen nu uit modelvorming de fysica nadoen. En hier zien we een ander voorbeeld van MRI superresolutie. Dus het systeem kan geblurde edges leren en dan zien in een opname die met kortere tijd gemaakt is, hoe moeten we die opscherpen. En hier zien we een techniek waarbij dus een contrast bij een lange opname, bij een hoge dosering goed te zien is. Met een lage dosering krijgt AI het voor elkaar om toch het contrast zo op te hogen. En hier zien we de grote language modellen. Dat zijn de ChatGPT. Die leren van vreselijk veel data. En hier zien we een voorbeeld van het creëren van een MRI-rapport. Een prachtig kromme alle protocollen tevoorschijn. En dit is de trend die we nu zien. De boekdrukkunst was uitgevonden en toen kon iedereen lezen en schrijven. Toen kwam de uitvinding van de websearch
En iedereen kon zoeken. Iedereen heeft het tegenwoordig op zijn telefoon. En wat we nu kunnen doen, is ook met AI code genereren. Dus we kunnen niet alleen een vraag stellen, maar we kunnen ook een taak laten doen. En ik heb hier een aardig voorbeeld. Dan gaan we met ChatGPT zo'n taak laten uitvoeren. We hebben de steden in Duitsland. We vragen aan ChatGPT, maak een lange lijst. En zoek alle steden met dorp, Bach en dorpen. En kleur die in verschillende kleuren op de kaart. En die kaart die wordt heel snel gemaakt. En dan zien we dat alle dorpjes die eindigen op Bach in het Zwarte Woud liggen. En die op dorp, vooral in Oost-Duitsland. Het geeft dus aan dat we veel meer naar nieuwe soorten zoeken kunnen. Dus dit wordt een nieuwe vorm van internet gebruiken. Zoeken met een taak. Gebruiken van ChatGPT voor het genereren van code. Als laatste wil ik nog even iets over het visueel systeem zeggen. Het brein is ongelooflijk effectief en wij zijn hele visuele machines. We vinden in het visueel systeem dezelfde filtertjes als dat we in het neurale netwerk vinden. En ik denk dat het brein heel slim doet. Bijvoorbeeld dat we alleen maar naar verschillen kijken. Dat doen bewakingscamera's ook. En dat scheelt enorm veel aan data. We hebben hele slimme detectors in ons brein zitten, in ons netvlies, voor snelheidsdetectie. En wat gaan we nu doen? Nou, we moeten natuurlijk heel veel data vinden. En een van de belangrijke bronnen is de Grand Challenges. Dat zijn wedstrijden, opgezet door Bram van Ginneke, die heeft ermee gepionierd. Die is bij mij cum laude gepromoveerd, evenals Biro Nisse. Je ziet ze hier allebei, ze hebben ook al een firma opgericht, Tirona en Quantip. En ze zijn allebei professor geworden en hebben grote groepen. De firma Tirona is ook met Old Delft bezig om tuberculose te detecteren. Qmenta, die zich richt op cloud services voor neuro. En dit zijn twee boeken waarin ik de eer heb gehad om een hoofdstuk te mogen schrijven. Het Nederlandse boek en het Springer Nature boek. Het Handbook on Artificial Intelligence in Medical Imaging. En in beide mocht ik het basishoofdstuk schrijven van wat is AI, voor uitgelegd voor medici en radiologen. Ik geef nog steeds les. Op romani.ai zijn een aantal van mijn lessen te zien. Nou, en dit is het eind van mijn lezing. Ik kan alleen maar aanraden dat dokters en AI-specialisten heel nauw gaan samenwerken. En AI-specialisten ook met de neuroscientists. Gebieden die elkaar nog niet zo goed kennen op dit moment. Het is natuurlijk wel bezig, maar het is nog niet op de schaal die het nodig heeft. En aan het hele publiek kan ik nu zeggen aan u, learn by doing. Het is erg makkelijk geworden om te programmeren. Dus hier wou ik bij afsluiten. Dank u wel.